welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag om een potje heen haken. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Duimpjes omhoog is leuk, abonnees, inmiddels 15.000 en ja, toch wel nooit verwacht, maar toch gekregen. We gaan dus vandaag om een potje heen haken. Je hebt niet veel nodig. Ik zal dadelijk vertellen wat je nodig hebt. Je kan natuurlijk ook om glazen potjes heen haken. Alles wat rond is, maakt niet uit of het nou groot of kleiner of anders is. Dus de afmeting haak je dadelijk in het rond eerst een rondje en dan gaan we in de hoogte haken. Maar ja, we gaan beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik zal je even gaan vertellen wat je nodig hebt. Je hebt gewoon een bolletje wol nodig. Dat maakt niet uit welke. Ik heb nu voor wit gekozen, omdat wit vind ik wel leuk om het contrast met het potje. Maar je hebt natuurlijk ook meerdere potjes. Dus ja, je kan ook kiezen zelf kiezen welke kleur dat je haakt. Of dat je maakt. Je hebt nodig een schaartje, haaknaald, ja, of nummer 6 of nummer 5. Dat ligt eraan waar je zelf het fijnste mee haakt en met welke wol. Dus dit is gewoon een heel simpel bolletje wol wat ik over had. Dus je kan het gewoon overal mee haken. En een klein stopnaaldje voor de draadjes af te werken. En ik vind ook zo'n potje omhaken vind ik ook heel leuk om als cadeautje te geven. Kijk, want dan heb je, ja, je kent overal wel die potjes. Ik heb hier ook nog één. Het is een beetje moeilijk om zo te laten zien. Maar goed, je kan natuurlijk ook een labeltje eraan hangen, zodat het een leuk cadeautje wordt. En dan gaan we beginnen. Tot zo! Omdat het onderkant van het potje rond is, welk potje dat je ook hebt, maakt niet uit, is het makkelijk om met een magische ring te beginnen. En ik ga het even heel rustig uitleggen. Je pakt dus een draadje. Je houdt hem om je vinger, van de achterkant naar de voorkant. En dan maak je nog een lus zo. Ik hoop dat je het goed kan zien, want het witte garen, ik denk dat ik toch even ander garen pak. Maar goed, ik pak even de magische lus. Dan pak je je haaknaald, die haal je onder die lus door. Dus ik zal het nog een keer voordoen. Je hebt je vinger, daar haal je je draad over. Dus het uiteinde laat je hier. Dan doe je nog een keer. Die lus erover. Zo. Zie je? Die hou je hier met je duim vast. Dan pak je je haaknaald. Ga je onderdoor. En dan pak je het draadje op. En dan heb je het draadje aan je haaknaald. En dan hou je dit met je duim vast. Dan haal je je vinger eruit. Omslaan en door de lus heen trekken. Kijk, en dan is je magische ring is klaar. Ik ga toch proberen met dit garen verder te gaan, want volgens mij kan je het wel goed zien. Dan maak je 6 vaste in die magische ring. 1 2 3 4 5 6 en dan trek je aan het draadje van je magische ring. Gewoon voorzichtig. Het ziet er nu als een rommeltje uit, maar het wordt altijd mooier. Dan je kan natuurlijk ook 4 losse opzetten en dan je
je cirkel dicht maken, dat kan ook. Dan ga je in de eerste steek, daar maak je de toer dicht met een halve vaste. Even goed de eerste steek zoeken. Omslaan en door twee lussen. Kijk, dan ben je nu klaar met je magische ring en je hebt je toer gesloten. Dan leg je een touwtje of een koordje hier tussen, zodat je weet, hier begint mijn eerste toer, of mijn tweede toer nu. Dus ik heb er een koordje tussen gelegd en je doet één losse. En dat is om toer 2 te beginnen. Nu gaan we in elke toer, of in elke steek, gaan we 2 vaste maken. Dit is 1 en in diezelfde steek gaan we nog een vaste maken. 2. Dus je telt 6 keer tot 2. 1. 2. 2. In dezelfde steek 2 steken. 1. 2. Insteken, draad ophalen, omslaan door 2. In dezelfde steek weer, nog een steek. En in de volgende weer 2 vaste. En omdat je het draadje hier hebt, zie je dat je dus, even deze wegleggen, bij het einde van de toer aangekomen bent. En dan ga je de toer sluiten. Kijk, je steekt hier echt in die eerste steek van de vorige toer in. En je haalt je draad door 2 lussen, dat is een halve vaste. Dan leg ik weer mijn draadje hier voor en dan ga ik weer 1 losse maken voor het begin van de derde toer. En de derde toer gaan we niet 2 in elke vaste zetten, maar om en om. Dus we gaan de eerste pakken we wel 2. We hebben al 1 losse gedaan om de toer te beginnen met toer 3. In de eerste zetten we 2 vaste. En dan gaan we er 1 in zetten. In de volgende steek zetten we 1 vaste. Dan weer in de volgende steek 2 vaste. En in de volgende steek 1 vaste. Dan weer 2 vaste. En in de volgende steek 1 vaste. In de volgende steek weer 2 vaste. En dan weer 1 vaste. In de volgende steek 2 vaste. En dan weer 1 vaste. En dan weer in de volgende steek 2 vaste. En dan in de laatste steek nog 1 vaste. En aan het draadje zie je dat je op het einde bent van je toer. Toer 3. Dan gaan we dus weer hierin de toer sluiten met een halve vaste. Sorry, ik zit verkeerd. Je moet ook echt hier zijn waar die toer is begonnen. Dus echt waar de losse heeft gezeten. Omslaan en door 2. Dan haal ik weer het draadje even, leg ik weer hiervoor. En dan gaan we 1 losse maken. En dan gaan we aan toer 4 beginnen. En toer 4 is 2 vaste, 1 in dezelfde steek. En dan gaan we enkele maken, 1 vaste in de volgende steek. En weer 1 vaste in de daaropvolgende steek. Dus je zet
2 vaste in 1 steek, dan 1 vaste in de volgende steek en 1 vaste in de daarna de volgende steek. En dan herhaal je de toer met 2 vaste in 1 steek, dan 1 steek in 1 steek en 1 steek in 1 steek. Dan weer 2 vaste, 1 in dezelfde steek, dan weer 1 vaste en nog een keer 1 vaste en weer 2 steken in 1 steek, dan 1 vaste en nog 1 vaste, dan weer 2, goed kijken waar de steek is, 2 vaste en weer 1 vaste en weer 1 vaste en dan weer 2 vaste in 1 steek en dan weer 1 vaste en nog 1 vaste en we sluiten de toer en de telefoon gaat. Momentje, nou, het is al over, dan sluiten we nu de toer. Dan moet je even uit elkaar trekken en kijken bij het grijze koordje waar je de eerste losse op hebt gezet en daarmee sluit je de toer. En dan leg je weer het draadje naar boven en dan gaan we met 1 losse en dan gaan we aan de volgende toer beginnen en dan zie ik je zo weer terug. We gaan nu verder met toer 5 en ik ga toch even proberen of ik beter alles kan laten zien met een ander kleurtje. Dus we zijn nu met toer 5 ik ga even de draad aanhechten en ik knoop hem gewoon lekker vast. En nu gaan we weer meerdere in toer 5 en we pakken de eerste steek en dan gaan we weer 2 vaste inzetten, 1 2, dus 2 in dezelfde steek en dan gaan we 1 vaste doen in de volgende steek, dan pakken we weer de volgende steek 1 vaste en in de volgende steek 1 vaste. Dus je telt iedere keer 2 vaste in 1 steek en dan 1 in 1 steek, 1 in 1 steek, 1 in 1 steek. Dan gaan we weer 2 vaste doen. 1 2 en dan gaan we weer tot 3 tellen met enkele vaste 1 en in de volgende 2 en dit is de derde. En dan gaan we weer 2 vaste, 1 2 in 1 steek en dan gaan we weer 3 vaste maken. Dan weer 2 in 1 steek en dan weer in elke steek een vaste. Dus dit zijn er 3. 1, 2, 3. Kijk hoe leuk het al wordt. Het maakt niet uit hoor met welke kleur dat je een potje gaat maken. Dus 2 in 1 steek. En dan weer 1, 2, 3. 2 in 1 steek. En dan weer 1 2
3. En hier kan je natuurlijk heel goed zien waar je de toer moet sluiten, maar ik trek het altijd een beetje open, zo, kijk, en daartussen, daar sluit ik de toer en je haalt je draad op met een halve vaste door 2 lussen. Ik pak weer even het grijze draadje en die leg ik er weer tussen. Dan gaan we aan toer 6 beginnen, 1 losse. En dan beginnen we weer in 1 steek met 2 vaste. 1, 2. En dan gaan we nu tot 4 tellen. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we weer 2 vaste in elke in 1 steek zetten. En dan gaan we weer tot 4 tellen. 1, 2, 3, 4. Dan weer 2 in 1 steek. En weer tot 4. 1, 2, 3, 4. Dan weer 2 in 1 steek. En we tellen weer tot 4. 1, 2, 3, 4. En weer 2 in 1 steek. En we tellen weer tot 4. 1, 2, 3, 4. En we zetten weer 2 vaste in 1 steek. En we tellen weer tot 4. 1, 2, 3, 4. En we sluiten de toer weer met een halve vaste. Draad ophalen door 2. En dit was toer 7. Nee, dit was toer 6. Even kijken hoor. 2 vaste. Nee, dit is toer 5 met 3. En toer 6 is met 4 vaste ertussen. En dan ga ik even een centimeter pakken en een potje. En dan zie ik je zo weer terug. En dan heb ik nu mijn centimeter. En ik kom nu in totaal op 9 centimeter. En in inches is het 3,2, maar 9 centimeter kom ik in het rondje uit. En als je dan het potje pakt, en je hoeft het er natuurlijk nog niet eens meer te meten, je pakt het potje, het is een IKEA potje van de Velka van IKEA, en die meet je dan of je zet hem erop. Zie je, dan heb je al de onderkant van je potje, heb je al klaar, het rondje heb je gewoon klaar. En dan gaan we nu stokjes maken en stokjes gewoon om het nu weer recht omhoog te laten lopen. En we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. Even kijken zo, of ik nog iets dichterbij kan. En dan beginnen we met in elke steek een stokje, maar we pakken de achterste lus. Dus je kan je haaknaald gebruiken om een beetje zo die achterste lus te pakken. Dan steek je in, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. En nu ga je in elke achterste lus, dus niet normaal zou je 2 lusjes pakken, maar nu pak je dus alleen de achterste lus. Even omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2
en omslaan door 2. Kijk, dan krijg je een beetje een rare lus, maar dit komt straks helemaal goed. Nog een keer, je pakt de achterste lus, je haalt je draad door, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan heb je alweer 3 stokjes gemaakt, zie je? En hier, dit is het begin en dit gaat dadelijk om het potje heen. Omslaan, achterste lus pakken, draad ophalen, omslaan, omslaan door 2, omslaan door 2. En zo maak je de hele ronde af. En dan zie ik je op het einde van de toer, zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de toer met stokjes, waarbij je dus niet meer gaat meerderen. En zie je hoe mooi dit randje wordt? Je gaat gewoon op die rij, ga je gewoon op elke steek een stokje zetten in de achterste lus. En we zijn nu op het einde. En we maken het laatste stokje. En zie je dat dit weer gewoon mooi wegtrekt als je dus in die achterste lus steekt. En nu gaan we dus het stokje sluiten. En dan pak je hierboven de bovenste lus. En we gaan de toer sluiten. En als je het nu recht zet, zo, ik zal even het potje pakken. Je zet het potje erop en dan zie je dat het gewoon nu niet meer gemeerderd wordt, maar dat je nu omhoog gaat werken. En ik ga nu nog 1 toer stokjes doen. Zeker als je een glazen potje hebt, is het toch mooier om nog 1 toer stokjes te doen. En dan doe je 3 losse. En dan ga je weer op elk stokje een stokje zetten. En nu ga je niet meer in de achterste lus, maar gewoon je pakt de gewone het eerste stokje. Dus je pakt deze eerste opening en daar ga je een stokje op zetten. Zie je? En dan zijn die eerste 3 lussen, deze gebruik je om omhoog te werken. En op elke steek een gewoon stokje. Dus niet meer in de achterste lus, maar gewoon in elke steek of op elke steek. 1 stokje. En dan zie ik je op het einde van de toer hier. Kijk, deze kan er weer uit nu, dit draadje. Dit was voor de onderkant. En nu gaan we verder met, deze kan je ook afwerken als je wil. Soms dan vind ik het wel fijn om meteen de draadjes af te werken. Maar dat doe ik ook pas wel eens op het laatst. Gewoon weer in elke steek nog een stokje. En op het einde, hier, dan zie ik je weer terug hier. Tot zo. We zijn nu op het einde van de tweede toer met vaste. En je gaat hem sluiten met een halve vaste. Kijk, en als ik weer het potje erop zet, zie je, dan ga je al een stukje omhoog. Dan haal ik nu het potje eraf. Dan gaan we nu maken 1 losse omhoog, want we gaan 5 vaste maken. In elke steek een vaste. 1 2 3 4 5 Dan slaan we 1-2 steken over en dan gaan we in deze derde steek, daar gaan we 1 keer omslaan in die derde
gaan we de draad ophalen, omslaan door 2 en dan gaan we nog een keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Dus dan heb je 2, in totaal 3 lussen op je haaknaald. Dan sla je om en door 3 lussen. Dan maken we 1 lus losse en dan doen we in diezelfde steek hier weer zo'n moesje maken. Een moesje. Je steekt in, je haalt je draad op door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en dan weer door 3 lussen en dan 1 losse. Zie je? Dan heb je 2 van die moesjes. Dan ga je weer 2 halve moesjes maken. 1, ja, of 1 moesje is het. 2. Je hebt 3 op je haaknaald, omslaan en door de 3 lussen en 1 losse. Zie je? Dan krijg je hier een heel leuk boogje. Dan gaan we weer 5 lossen doen of 5 vaste, maar we slaan 2 steken over. Dus 1, 2 slaan we over en dan gaan we weer 5 vaste maken. 1, 2, 3, 4, 5. We slaan 2 steken over, 1, 2 slaan we over en we gaan weer een moesje maken, tenminste het zijn eigenlijk 3 moesjes met halve stokjes die niet afgemaakt zijn. Dit is 1, dit is 2, omslaan door 3 lussen en 1 losse ertussen, die mag je niet vergeten. Dan gaan we weer een moesje maken van halve stokjes, in dezelfde steek, omslaan door 3, omslaan door 1, dus 1 losse en weer een moesje in dezelfde steek. Door 3 en 1 losse. Zie je wat je dan krijgt? Dan krijg je wel een leuk waaiertje. Dan sla je 1, 2 steken over en dan gaan we weer 5 vaste maken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan weer 1, 2 steken overslaan en in die derde gaan wij die halve stokjes maken die we niet helemaal afmaken en dan halen we door, omslaan door 1 en weer een half stokje, omslaan door 3. Je kan de snelheid langzamer zetten. Rechtsboven hier in de video staan 3 puntjes, daar kan je de ondertiteling aan zetten, die doe ik ook altijd erbij zetten. En de afspeelsnelheid kan langzamer of sneller. Je steekt weer in dezelfde steek in en je maakt een leuke moesje met 2 halve stokjes, omslaan door 3, omslaan door 1 en je slaat 1, 2 steken over en we gaan weer 5 vaste maken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan zijn we hier begonnen. Ik heb er nog geen draadje tussen gelegd, maar we zijn wel hier begonnen. Dus ik kan nog 1 waaier maken en dat gaan we ook doen. Ik sla nu 1 steek maar over, want ik kom hier zo uit. Het is wel eens lastig als je niet goed uitkomt, maar ja, ik denk toch dat ik hem hierin maak. Ja, ik sla nu geen steken over, maar je kan het moesje gewoon even een beetje, ja, dit is wel smokkelen omdat het niet, ik heb eigenlijk niet geteld of het uitkwam, maar ja, als je dus 1, 2, 3 moesjes hebt, dan heb je hier de vierde, dus dan is het wel mooier.
1 losse en weer 2 halve stokjes. Je hebt 3 lussen op je haaknaald en je gaat weer door omslaan door 1. En nu gaan we nog 1 moesje in 1 steek maken. En een losse. En dan gaan we de toer hier sluiten met een halve vaste. Zie je? En dit is de toer met de moesjes. En dan zie je ook, ik ga even deze draad afknippen. Als je het potje erin zet, zie je, dan krijg je ook een beetje een leuk golvend effect hier. Dus dit, dat golft echt een beetje. Zie je hoe leuk? En dan ga ik dadelijk weer met wit verder, want dan zie je goed wat ik aan het doen ben. En dan zie ik je zo weer terug. Even nog even goed laten zien hier. Dit is de onderkant. En dit zijn die leuke, ja, dit is het leuke golfje wat je erin krijgt. Dan zie ik je zo weer terug. We gaan nu verder weer met wit, want het is misschien ook wel leuk voor de verandering. En dan pak je weer je garen. Knoop het even goed eraan vast. En dan beginnen we. Even kijken, heel goed kijken waar ik moet beginnen, met 1 losse. Ja, dan is dit weer het begin van je toer. En we hebben hier dus 1, 2, 3, 4, 5 vaste gezet. En nu gaan we dus 3 losse maken. En dan gaan we in die middelste van die 5, 1, 2, de derde, daar gaan we 3 dubbele stokjes op maken. Dus dubbel stokje is 2 keer je haaknaald of je draad om je haaknaald slaan. En dan gaan we 3 dubbele stokjes maken met 2 keer de draad om je haaknaald. Dus 1, 2 keer om je haaknaald, in dezelfde steek insteken, draad ophalen, door 2, door 2, door 2, 2 keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2, door 2, door 2. En dan gaan we weer 3 losse maken. 1, 2, 3. En dan gaan we in het begin hier bovenop op dit middelste moesje van die 2 halve stokjes. Daar gaan we hem vast te zetten. Maar ik denk dat ik hem gewoon helemaal in het midden van het moesje pak. Het is misschien toch mooier om de steek te pakken, hoor. Momentje. Ja, ik pak toch de steek hierboven. Ja, je kan kiezen. Nee, je kan niet kiezen. Je pakt de bovenste steek en daar zet je gewoon een vaste op. Zie je, dan is het toch hier in het midden van het moesje staat het vast. En dit zijn weer 3 dubbele stokjes. Dus je doet 3 losse. En je gaat weer van die 5, 1, 2, 3, 4, 5, daar ga je in het midden 2 keer draad om je naald heen slaan. En daar gaan we 3 dubbele stokjes inzetten. 1, 2, dan weer 3 losse. En dan ga je weer het midden van zo'n moesje zoeken. En daar zet je een vaste. Zie je dat, hoe leuk? Dan krijg je toch een beetje die openingen als je dus het potje erin zet. Mijn haaknaald eruit.
Zie je, dan heb je het verschil van kleur is leuk. Je kan het ook in één kleur doen, je kan meerdere kleuren doen, maar het is wel mooi. Dan heb je het golvende onderkantje en dan sluit dit mooi erin aan. En zo maak je de hele toer af. Dus je zet een vaste bovenop dit moesje. Je maakt drie losse en je maakt drie dubbele stokjes in het middelste vaste van die vijf van die voorgaande toer. Ik kan nog één keer meedoen. Dus je doet drie losse. En in de middelste 1, 2, de derde dus, daar zet je in één steek drie dubbele stokjes. En zo maak je de hele toer af. Dus drie losse, een vaste en weer drie losse en weer drie dubbele stokjes. En dan zie ik je op het einde van de toer, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En nu ben je op het einde van de toer met die dubbele stokjes. We sluiten de toer hier bovenin. Zie je waar die 1, 2, 3 losse zijn? Hierbovenin, daar sluiten we de toer met een halve vaste. En nu gaan we op elke toer, we beginnen de volgende toer met één losse. We gaan nu op elke steek een vaste zetten. Dus we hebben hier een steek en die is een vaste. En we gaan op deze steek een vaste zetten. En we gaan op deze steek een vaste zetten. En dit zijn drie losse, maar hier gaan we onderdoor. Hier gaan we 1, 2, 3 vaste zetten. En op die steek kunnen we weer een vaste zetten. Dan weer 3 vaste. 1, 2, 3. En dan gaan we op elke steek een vaste zetten. 1, 2, 3. Zie je op elke steek een vaste? Dan weer 3 vaste. 1, 2. 3 en een vaste. En dan pak ik heel eventjes het potje erbij. Kijk eens. Nu zijn we al bijna hier bij die bovenste rand, maar we maken deze toer nog even netjes af met die vaste. Zie je hoe leuk dat dan? Dat je dan het effect krijgt, dat het gewoon netjes wordt. En dan zie ik je dadelijk, als je de toer met vaste klaar hebt, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu op het einde van de toer met vaste. Dan sluiten we deze toer. En ik ga nu even een ander kleurtje pakken. Ik ben zo terug, moment. En ik heb nu een heel raar kleurtje misschien voor jullie gepakt, geel. Maar ik zit in één keer te denken van, ach, het is ook wel leuk om de Oeteldonkse kleuren weer aan te houden. En dat betekent bij ons carnaval. En dan kan je deze potjes op tafel zetten als het carnaval is. Maar je kan natuurlijk alle kleurtjes gebruiken. En met deze kleur kan ik het misschien goed uitleggen. We beginnen met een drie losse. Met drie losse beginnen we. Ja, ik moet de draden dadelijk iets beter wegwerken. En nu gaan we, omdat we eerst allemaal vast hebben gezet, gaan we nu in elke steek een stokje zetten. Dus 1,
2, 3. En ik hoef eigenlijk niet meer te tellen, maar dat zit zo in mijn systeem, het tellen. Want als je niet telt, dan, ja, dan kom je vaak niet uit met je steken. Je moet vaak een even aantal steken hebben of juist een oneven aantal. Maar je moet gewoon lekker kunnen haken natuurlijk. En ik pak weer even het potje erbij. Zie je dat je al bijna bij het randje boven bent? Dus gewoon een rij stokjes op de elke steek van de vaste en op het einde dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn op het einde van de toer met de stokjes met de gele wol en we sluiten de toer. Dan ga ik nog één losse maken. En ik ga er nog één toer vaste opzetten. Maar wat je natuurlijk ook kan doen, kijk, wacht. Voordat ik die toer vaste erop zet, zal ik weer het potje even erin zetten. Je kunt natuurlijk, als je een hoger potje hebt, kan je continu die toeren herhalen. Dus die toer die je net hebt gedaan hier met die moesjes en die vaste. En daarop weer die toer met die drie losse en drie dubbele stokjes. Die kun je natuurlijk herhalen, die kan je hier weer nog boven zetten. Want stel dat jij jouw pot groter is, dus jij hebt een hogere pot, dan kan je gewoon doorgaan met deze toeren herhalen. Maar ik heb nu besloten om hier nog als laatste een toer vaste erop te zetten. En dan is het potje eigenlijk klaar. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Graag tot de volgende video, duimpjes omhoog en abonneren en ik zie je graag weer terug. Tot ziens!